Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Grapje, ik heb mijn pet op. Dit is echt heel raar om mij zo zonder haar te zien. Even to the point. Wauw, echt heel gek om dit zo te zien. Trouwens, wil je ook een ATG-petje? Kom dan via het linkje in de beschrijving. Even lekker zelfpromotie. Oké, maar hoi iedereen. Leuk je weer kijkt naar Antis Games. Ik ben Bo. En als je mij al langer volgt, dan ken je mij als het meisje met aan de bovenkant bruin haar en aan de onderkant blond haar. En vandaag is dat veranderd. Ik heb namelijk 3 jaar lang mijn haar dus ombre gehad. Dus bovenbruin, onderblond. In het begin was het een heel opvallend verschil. En later werd het steeds wat subtieler en wat minder blond. En nou ja, als je me heel lang volgt, heb je het hele proces gezien. Maar vandaag is dat ombre helemaal weg. En ja, is mijn haar dus eigenlijk best wel anders. Het is niet zo anders dat je gaat denken van, oh my god, Bo, nee, wat heb jij gedaan? Maar ik denk dat een aantal van jullie misschien ook wel zo zouden reageren. Dat je één denkt van, oh my god, Bo. Oh my god. En er zullen natuurlijk ook mensen zijn die het minder leuk vinden, die het vorige leuker vonden. En er zijn ook mensen die dit weer leuker vinden dan het vorige. Maar ik wou gewoon even lekker wat nieuws. Dus als ik dat wil, dan doe ik dat. Oké, ik hoop jullie er klaar voor zijn. Want jullie gaan het zien in 3, 2, 1. Yay! Oké, jongens. Dit is mijn nieuwe haarkleur. En ja, wat dus veranderd is. De onderkant is nog steeds blond. Maar nu is de bovenkant ook blond. Zoals je ziet is het zeker wel lichter geworden. Het heeft misschien een beetje een grijze ondertoon. Het is een beetje koelblond. En dat wilde ik ook. Dus dit is het geworden. En ik ben heel benieuwd wat jullie er natuurlijk van vinden. Ik zelf vind het wel heel erg leuk. Ik wou gewoon heel graag weer een soort verandering. En ik zat al zo lang te praten over dat ik mijn haar een keertje van dat koele blond wou zoals ik nu heb. Eigenlijk wilde ik het nog wat lichter. Maar dat vond ik iets te spannend om dat in één keer te doen. En dat was ook heel veel werk. Dus nu hebben we het zo gedaan. Misschien dat ik in de toekomst nog lichter ga, maar het kan ook dat ik in de toekomst juist weer donkerder ga. Het ligt er een beetje aan waar ik zin in heb. Maar voor nu is het lekker zo en ja, je ziet wel degelijk natuurlijk verschil. En ik ben er blij mee. Ik vind het leuk. En dat is natuurlijk het belangrijkste en ik kan het ook weer gewoon lekker zo doen. Wat ik ook wel eens in mijn video's heb. Zo, gewoon lekker wild, omhoog. Kijk eens aan. Maar qua mijn haar zelf is er dus niks veranderd. Alleen de kleur en er is een heel klein stukje van de puntjes afgeknipt. Maar echt bijna niks. Dus dat zal je ook niet opvallen. Dus ja, dit is het. Voor mijzelf is het niet een mega grote verandering. Want ik heb vroeger toen ik 15 was denk ik ook wel eens blond gehad. Dat was wel een iets andere tint. Dat was iets meer dat goud warme blond, zeg maar. Dit is natuurlijk heel cool. Maar nog steeds, dit blijft natuurlijk altijd weer eventjes wennen. Ik moet wennen. Jullie moeten waarschijnlijk ook wennen. Maar waarschijnlijk na een paar weken of na een paar dagen al zijn jullie er al aan gewend. En dan weet je niet meer beter. Dus jongens, ik bedank jullie heel erg voor het kijken naar deze, ja, update video, zeg maar. Trouwens, als jullie het nog niet wisten, aanstaande zaterdag op 15 oktober houden ik en Roy onze 24 uur livestream. Dat is natuurlijk al bijna. En als je daar nou bij wilt zijn, check dan even de video die nu hierboven in beeld staat. Of check even de beschrijving. Hierin vertellen wij waar we de livestream gaan houden, wat we gaan doen en ja, gewoon wat informatie. En als je vragen hebt over de livestream, kan je die ook onder die video stellen. Dus wij hopen natuurlijk dat jij erbij bent bij onze 24 uur livestream. Als je erbij bent, laat het dan vooral ook weten onder deze video. Ik ben heel erg benieuwd en ik heb er heel erg veel zin in. Doe in ieder geval een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye bye!